Nou, dit is precies de plek waar ik klaar stond. We stonden hier met een complete studiobezetting in afwachting van een kruisgesprek. Een gesprek met Herman van der Sand, die in studio hierboven zat. Martijn Bink. Of ik contact met hem heb. Ik zie hem wel. Ziet hij, hoort hij mij ook? Op dat moment komt hier door deze deur, dus 2 meter verderop, komt de portier binnen met iemand anders. Martijn ziet onmiddellijk dat Tariq Z een pistool heeft. Ik schrik enorm. Het was 2,5 week na Charlie Hebdo. 2,5 week nadat een aantal collega's van ons in koele bloeden zijn neergeschoten in Parijs. En dat is de eerste associatie. Ook de enige associatie. Dit is fout. Hier is iets heel ergs aan de hand. Maar Tariq heeft ook een boodschap. Ja, hij had een briefje bij zich. En die overhandigt dat aan onze regisseur die daar zit. En die zegt zware explosieve handlangers, weet je, dat soort teksten. Studio 8 voor Studio 10. Ik was ook gewoon op dat moment even doodsbang. Kijken of we contact kunnen krijgen. Hij hoort mij niet. Hij schudt van nee. Schudt nee, want ik denk van daarmee geef ik aan dat ik hem wel hoor, maar dat ik geen antwoord kan geven. Ja, dat bedenk je op zo'n moment. Winky van der Zand hier. We staan maar... Ik bedoel, ja, af en toe krijg je Bagdad sneller aan de lijn dan een vloer lager. Je weet nooit waar aan het ligt. Ik hoor mezelf nog zeggen van, hey, je bent hier verkeerd, je kunt beter naar Studio 10 toe gaan. Dus je bent hier niet op de goede plek. Oh, wat is dit? Waarvan wij natuurlijk wisten dat hij leeg was. Is dit een geintje, jongens? Oké, dan zijn we weg hier. De portier neemt Tariq mee naar een lege studio. Het moet onmiddellijk 1-2 gebeld worden. Jongens, weg nu hier. Er loopt iemand met een wapen rond. Martijn is doodsbang. En die doodsangst, is dat helemaal weg? Is dat werkelijk maar geen trauma of zo? Heb je nooit meer gedacht als je hier stond van, oh, straks komt er weer iemand? Misschien 1 of 2 keer. In het gebouw. Gisteren nog, toevallig. Ik stond op het toilet hier en opeens riep iemand achter mij, goedemiddag. Toen kreeg ik opeens... En toen dacht ik, hé, dat heeft er toch iets mee te maken. Toch heeft het op een of andere manier indruk gemaakt. Dus terwijl je daar helemaal niet bij stilstaat, zit er toch blijkbaar ergens ver weg, zit er iets. We lopen hier de vloer op, zoals dat heet bij ons. Wetende dat hier op dit moment achter deze deur het allemaal plaatsvindt. Gaan we hier even naar binnen? Even nee, kijken? Dat is nu een journaal. Oh. 11 uur. Oh ja, ja, natuurlijk. Of je moet het leuk vinden om even de uitzending te verstoren. Maar, nee, ja, ik... Dan worden we zo in de boeien weggevoerd hier. Martijn waarschuwt direct zijn collega's. Ik zag een film in een wapen. Hier kwam 6 man politie vol adrenaline naar boven stormen. Praat hij met die portier? Nee, hij doet het via briefjes. En dat was ook het moment dat ik dacht van, ja, nu komt het allemaal wel goed. Wat doe je dan op dat moment als journalist? Dan pak je je telefoon en dan ga je filmen. We moeten zo snel mogelijk op zender en we moeten wat kunnen laten zien straks. En ik loop achter de politie aan. Hou wel een soort redelijke afstand van ze. Ja, dit shot ken ik. Ja, dit is precies het plaatje wat ik met mijn telefoon heb gemaakt natuurlijk. Ja, politie, op de aanvallen! Op de aanvallen! Ze blijven laag. En dan vervolgens dacht ik van, nou, die dikke palen, die zullen ook wel wat kogels tegen kunnen houden. Dus ben ik daar achter gebleven. En op het moment dus dat echt het wapen op de grond is gevallen, ga ik hier weer doorheen. Al filmend. Bij elke dagsverpleging wordt onmiddellijk geschoten. Heb je dat begrepen? Elke situatie moet op de horen. Even achteruit gaan. Even kijken hoor. Ja, nu kunnen we wel naar binnen. Ja, het journaal is afgelopen. Ja. Tariq stond hier. Ja? De portier stond daar bij die deur waar we net naar binnen kwamen. Ja, en hier heeft die hele scène zich uiteindelijk voltrokken. Wat gaat hij doen? De politie, houdt me aanvallen! Laat vallen! Laat vallen, hè? Ik laat het vallen. Ik heb het laten vallen. Ik heb het laten vallen. Het is een, ja, voor journaalbegrippen wel een historisch moment geworden, ja. En hoe kijk jij daarnaar? Het gemengde gevoelens. Het is een beetje, ook daar moet je weer het onderscheid maken met je professionele kijk erop. Waarvan je je afvraagt van, hadden we dat natuurlijk op deze manier zo vaak moeten herhalen, zo vaak op deze manier in beeld moeten brengen. Aan de andere kant zie ik daar ook nog steeds een gebeurtenis die op mijzelf persoonlijk heel veel invloed heeft gehad. Wat is die invloed op jou geweest dan? Nou, het heeft enorme impact gehad natuurlijk. Dit is de meest gedenkwaardige dag in mijn carrière. Maar ik besef me constant daarbij dat het ook heel anders had kunnen aflopen. Je doet het vanuit een impuls en je denkt er op dat moment niet heel erg over na. Maar ik denk wel altijd van, wat als er nou echt fout was geweest? Wat als hij nou niet alleen zou zijn geweest? Wat als ik mijn collega's naar een plek had gestuurd
waarom wel mensen met Kalashnikovs klaar hadden gestaan. Ja, dat is gewoon puur mazzel dat dat niet zo was. Ik heb iets wat ik meegenomen wat ik eigenlijk nog nooit heb laten zien. Ook niet aan mijn collega's, maar dit hebben mijn vrouw en kinderen voor mij laten maken. Dan zie je dus ik telefoontjes erbij waarmee ik heb gefilmd en natuurlijk die microfoon. En dus voor mijn vrouw en kinderen ben ik een held. Dat vind ik leuk en belangrijk. Maar wat de rest van de, wat de buitenwereld daar verder over denkt, dat kan me niet zoveel schelen. En hoe noemen ze hem thuis? Nou, dit is gewoon papa. Nou, mooi. Ja, echt heel leuk.